Ja, en hier zijn we dan bij de semifinale winnaar, de second semifinale winnaar, Wiebe de Vries. Jij hebt de laatste ticket binnen, dus nou gaan we straks de TOS doen voor de grote World of Dirt finale. Waar hoop jij op wat Rick gaat kiezen, waar jij binnen of buiten mag staan? Ik hoop dat ik binnen mag, ja. En we hebben hier vierde videoverbinding, want hij is er vandaag zelf niet. Hebben we Rick Wobbers, hallo. Goedemorgen, Benny. Jij geniet even van de vrije dag? Even een vrije dag, ja. De vraag is natuurlijk, Wiebe die is net de winnaar geworden van de tweede semifinal. Dus we gaan straks tossen. Wie de binnen- en wie de buitenbocht mag pakken straks op Emmen. Dus we hebben hier een muntje. Waar kies jij voor? Kies jij voor kop of munt? Munt. Munt. We gaan voor munt. Nou, dan gaan we voor munt en voor kop. En wat wordt het? Het is de munt. De munt? Ja. Dat is balen. De kop. Ja. Het is de munt geworden, Richard. Dus jij mag kiezen waar jij wil starten. Binnen of buiten? Binnen natuurlijk. Binnen. Wat verwacht je ervan? Ga je hem winnen? We verwachten, ja, wat, dat is lastig natuurlijk, maar we zien het gewoon. Ziet wel. Nou, je doet ons best in ieder geval. Nou, dankjewel dat je even zo ons te woord wil staan. Geen probleem. Hoi Rick. Dat was Rick. Die staat dus aan de binnenkant. Jij mag dus aan de buitenkant starten. Dat is even wat lastiger, maar niet onmogelijk. Nee, zeker niet. Nee, valt wel mee. Ja. Misschien is daar wel meer grip, wie weet. Nou, in ieder geval gefeliciteerd met, je, met deze winst in de second semifinale. En wij zien jou volgende week aan de buitenkant op de voorkant van de World of Dirt. Ja, prima, dankjewel.